Goedemiddag. Het is 1:30 en ik ben net wakker. Ik wou eigenlijk om 9:30 opstaan. En ik heb zo lang liggen snoezen en elke keer denk ik, ah, boeien, boeien. Dat ik nu pas wakker ben. En ik echt zoiets heb van, ach, nu ga ik never nooit vanavond op tijd naar bed kunnen. Maar goed, hè. Ik heb in ieder geval wel oké geslapen, want ik heb 2 keer heel intens gedroomd. De eerste droom was al om 4 uur vannacht. En daar werd ik dus ook wakker van, want het was fucking creepy. Ik droomde dat we een kat hadden. En die kat was echt super lief. Gewoon echt een cutie patootie. En op een gegeven moment ging ze zo helemaal in me kruipen en zo. En opeens ging ze recht naar mijn hand toe. En begon ze op aan mijn pink te likken. Dus ik dacht, nou, dat zal wel. En in één keer begon ze erin te bijten. En steeds harder te bijten. En ze liet gewoon mijn hand niet meer los. En toen was het echt zo van, oh my god. Ze gaat gewoon mijn pink eraf bijten. Want ze beet zo freaking hard. En ik zat heel, help, help. Maar niemand hielp me en zo. En toen werd ik dus wakker. Maar dan word je echt wakker met zo'n hele gloed over je heen. Gewoon zo'n nightmare glow. Alsof je helemaal verstijfd bent en gewoon, ja, heel naar in ieder geval. Terwijl het is helemaal niet zo eng. Maar ja, als je slaapt is het wel eng of zo. Het is extra intens. Maar goed, dat. En daarna droomde ik dat ik een informatieboek aan het lezen was op een feestje. En dat Douwe Bob er ook was. En dat die hier eerst de hele tijd met iemand anders zat te flirten. Maar dat die helemaal obsessed en psycho werd, zij dan. En daarna dat hij met mij ging flirten en zo. En echt gewoon up in my face en heel het aan me zitten. En gewoon heel gezellig. We hadden het heel gezellig. Maar ik was nog steeds de hele tijd het informatieboek aan het lezen. Ik was de hele tijd nog steeds aan het uitvogelen. Oké, hoe moet ik dit doen? En ik weet niet eens waar het over ging hoor. Ik heb geen idee. Maar ik heb hem echt van begin tot het eind heel langzaam doorgebladerd. Terwijl Douwe Bob met me aan het flirten was. En ik echt zoiets had van, ik geloof het toch niet. Dus ik ga gewoon verder lezen en verder doen waar ik mee bezig ben. Maar goed, nu ben ik wakker. En ga ik eventjes eten maken. Ik heb wel al mijn waterkoker aangezet. Dus dat is al klaar ondertussen. Ik moet echt nieuwe groene thee halen. Want de groene thee die ik heb, vind ik helemaal niet meer lekker. Ik heb alleen dan nog iets met die gember. En die is wel lekker. Maar ik associeer gember met ziek zijn. Omdat altijd als ik misselijk ben, dan neem ik gemberthee. En het geeft gewoon zo'n rare prikkel in je keel. En zo, en daar heb ik niet altijd zin in. Dus ik moet echt een lekkere nieuwe groene thee hebben. Echt eentje waar ik van geniet. En niet zo eentje die de hele tijd of freaking bitter wordt. Want ik heb eentje die granaatappel met groene thee. Het maakt niet uit hoe warm of koud je water is. Het wordt de hele tijd vet bitter. En ik doe niks anders dan wat ik met mijn andere thee doe. En mijn andere thee wordt niet zo bitter. En ik let er echt op. Maar die blijft gewoon de hele tijd vet bitter worden. En dat vind ik gewoon niet chill. Maar goed, enough about my ranting about tea. Ik moet een goede thee vinden. Dus als je een suggestie hebt voor hele lekkere groene thee, waar bijna niks mis aan is, laat het me alsjeblieft weten. En dan zie ik jullie zo meteen wel weer als ik leef. Wow, mijn haar. Waarom heb ik dit elke keer? Wauw, dat is echt toevallig. Mijn moeder gaat in één keer tegen me praten, terwijl ik echt haar net een appje wou gaan sturen nadat ik dit ging opnemen. Wat wou ik zeggen? Oh ja, ik heb de vlog van maandag opnieuw moeten exporteren, want ik ben helemaal vergeten mijn intro en mijn outro erin te verwerken. Ik weet nog niet helemaal of ik er tevreden mee ben. Dit licht ziet er echt stom uit. Lijkt me of ik freaking 5 o'clock shadow heb. Ik weet nog niet of ik er helemaal tevreden mee ben, maar ik doe het gewoon, want ik heb gezegd dat ik een intro en een outro zou gebruiken. En ik heb op dit moment even geen zin meer om daaraan te gaan tweaken, dus misschien wen ik er wel gewoon aan. Maar ik moet wel echt onthouden om het in elke video te stoppen. Dus ik ben blij dat ik die van dinsdag nog niet heb geëxporteerd. Good busy! Verder ben ik aan het bedenken wat ik moet eten vanavond. Want everybody knows I tend to get a little bit slacky. En ik weet dat ik nog pizza in mijn vriezer heb. En dat roept wel heel erg hard mijn naam. Maar ik voel me ook gewoon een beetje dat ik gezond moet doen. Dus ik zou ook een salade kunnen eten. Want ik heb ook sla in huis. En ik heb nog mais. En ik heb tonijn en tomaat.
Ik heb mozzarella, dus ik zou een salade kunnen maken voor mezelf. Maar ik weet nog niet zeker of ik daar zin in heb. Wat heb ik verder op de planning? Vandaag echt helemaal niks. Ik verveel me ook eigenlijk wel een klein beetje boel. Want ik heb gewoon niet heel erg veel te doen op dit moment. Ik ben aan het eind van mijn vlogs. Dus ik voel de druk gelukkig niet. Wel ben ik bezig met mijn administratie en wat soort onbelangrijke, maar hele belangrijke dingen, zeg maar. En ik heb een paar afspraken gemaakt. Ik heb ook een leuke afspraak gemaakt. Want ik had jullie al verteld over Laura, zeg maar. En volgende week gaan we eindelijk afspreken. Dus dan kunnen jullie haar ook zien. Ik weet niet, volgens mij is ze nog nooit in mijn vlogs terechtgekomen. Want we zien elkaar niet heel erg vaak. Omdat zij niet in de buurt woont echt. En het voor ons allebei niet makkelijk is om ver van ons huis te reizen, zeg maar. En ik heb er echt zoveel zin in. Ik heb haar te lang niet meer gezien. We gaan dan ook eventjes langs de kapper. Salon B zit hier in Almere. En dat blijkt een hele goede kapsalon te zijn. Zij wil zeg maar dezelfde hair journey hebben als mij en Esther. En ik heb al gezegd, luister. It's gonna be a journey. Gewoon echt letterlijk. Dit gaat zoveel moeite kosten. Want wij hebben er ook heel erg lang over gedaan. Maar Laura is wat meer ongeduldig wat betreft dat soort dingen. Dus die wil gewoon nu resultaat. Maar zij heeft ook super lang rood haar gehad. En voor mij was het ook een hele journey om van rood haar naar wit blond te gaan. Want ja, hiervoor had ik rood haar. Ik kan misschien wel even een foto instoppen. Maar toen had ik veel donkerder haar dan nu. En nu ben ik zo gewend aan het witte haar en dat hele grijze gedoe en weet ik wat allemaal. Dat was gewoon zo'n rompslomp, waardoor ik en Esther dus allebei hebben besloten. Weet je wat, we doen gewoon even iets anders tussendoor. Onze zilver shampoo maakt ons haar ook wel eens paars. Dus ik hoop dat ik gewoon hierna misschien iets beter mijn haar gray kan krijgen of zo. Want het is gewoon een rotkleur om te krijgen. En dat heb ik haar ook gezegd, zeg maar, dat het een rotkleur is om te krijgen. Ze heeft eerst wel zelf geblondeerd. Maar daar was ze niet helemaal blij mee. Ze heeft ook de ontkleuring gebruikt van de kruidvat, die nog steeds echt picobello in orde is. Want er kwam wel echt superveel verf uit haar haar. Maar het was nog steeds niet licht genoeg als wat ze wou. En zij wou dus echt gewoon van rood naar wit. En dat is best moeilijk. Toen vond ze de haar zo walgelijk lelijk. En dat snap ik, want het is ook echt verschrikkelijk om met van dat half gelige, oranjige haar rond te lopen. En ze had dat weekend iets van een familiebijeenkomst of zo. Dus ze had zoiets van: ik wil echt niet dat er foto's worden gemaakt waar ik er zo uitzie. En dat snap ik ook helemaal. Dus toen is ze naar de kapper gegaan. Ten eerste zeiden ze bij de kinky kappers dat het vet duur zou worden. Gewoon echt belachelijk duur. Dus dat heeft ze niet gedaan. Toen is ze naar de Hair Today gegaan. Wat echt een van mijn, de enige favoriete hairsalon is van mij. Omdat ze mij ooit hebben gered van een disastrous hairdo. Dus ik ben daar altijd wel heel erg over te spreken geweest. Ze hebben me goed, super goed geholpen. Maar goed, dat was één keer. En ze hebben haar ook wel goed geholpen op zich. Maar nu komt de klapper. Ze hebben haar haar een beetje koperbruinig gemaakt om de rode tinten tegen te gaan in het haar. Nou, dat klinkt allemaal super logisch en zo. Maar nu is ze teruggegaan na een paar weken. Zo van, nou, mijn haar is nu alweer settled in en ik wil nu verder met de volgende stappen. Zeggen ze ineens, nou ja, we weten niet of het wel gaat lukken om het grijs te krijgen. En ja, we weten ook niet wat er gaat gebeuren als we dit gaan ontkleuren. Dan komt er zeker weer oranje onder vandaan. Kortom, ze hebben dus geen één flauw idee waar ze mee bezig zijn. Want ze hebben het haar beloofd. En dan nu in één keer gaan ze terugkrabbelen. En denk ik echt, ugh, come on. En bij de kinkykappers zeggen ze alleen maar dat het vet veel geld gaat kosten. Omdat ze ook allemaal hun spullen moeten gebruiken achteraf. En dat ze ook nog eens een stuk van de haar eraf moet, wat ze al heeft gedaan. Dus uiteindelijk krijgt ze misschien zo'n kort koppie met wit haar of zo. Echte hair struggles tot en met. Dus kortom, we gaan naar de Salon B, want daar werkt iemand die dus gespecialiseerd is in gray tones in je haar. Dus misschien kan die haar wat meer vertellen. En dan kan ik ook meteen eventjes vragen. Hoeveel het kost om een beetje Olaplex mee te nemen. Als dat überhaupt mag zonder behandeling. Maar goed, ik ben echt al, wow, 8 minuten aan het praten. Jeez. Ik ga eventjes mijn moeder appen en even vragen hoe het met haar teen gaat. Want ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Maar toen ik daar was in Drenthe, toen was ze heel hard tegen de bank aangelopen. En ze zat al, ah, en tenen doen altijd pijn. Ik bedoel, tenen nemen je altijd mee naar de hel en terug.
als je ergens tegenaan bent gestoten. Maar dit keer bleef zijn teen echt in de hel en werd hij helemaal blauw en zo. Dus we hadden allebei zoiets van, oké, weird. Ja, mijn moeder gaat ook niet zo snel naar de dokter. Ik vraag me dus wel af of ze nog naar de dokter is geweest of niet en hoe dat daar nu mee gaat. Dus dat ga ik eventjes vragen en dan ga ik nog eventjes brainstormen over mijn avondeten. Want het ruikt echt super lekker hier in huis, but that's not mine. Ik heb zoiets van, wat moet ik maken? Ik weet het niet. Jullie zien het vanzelf wel als het op mijn bord ligt. Wat denken jullie dat het wordt? Wordt het pizza uit de oven? Pizza burger? Of sla? Ik heb geen zin in sla. Nee. Dus dat wordt het zeker weten niet. I don't know. Als jullie trouwens dachten te weten wat het allerergste geluid is in de wereld, dan heb je nog nooit een ei moeten prikken met een ijzeren pinnetje om ze te kunnen koken in de eierkoker. Want dit is de fucking hell itself. Ugh. Oké, back to business. Ik ga toch sla eten, dus hey, proud of myself. Nou, dit is mijn dinner geworden. Ik heb toch salade gemaakt. Wow, ik ben zo freaking healthy. Ik heb erin zitten salade. Sla, gewoon ijsbergsla. Bietjes. Rode bietjes, maar dat zien jullie wel. Ik heb tonijn erin. Ik heb tomaat erin. En ik heb ei erin. 2 gekookte eitjes. En een klein beetje yoghurtdressing. En ik kijk Orphan Black. Oh ja, en avocado. Er zit ook avocado in. Dat was ik helemaal vergeten. Ik zie in één keer die schil daar liggen. Maar er zit een half avocado in. Oké, eet smakelijk. Dit is echt te grappig. Ik had bij mijn moeder, hadden we voor haar verjaardag, hadden we die gekke aardappel pastry dingen gehaald. Met cranberry. Deze dingen, zeg maar. En ik dacht, ik heb trek in iets lekkers, maar ik heb niet echt meer iets in huis of zo. Dus ik dacht, weet je wat? Ik heb die aardappeldingen, ik ga het gewoon maken nu. Maar toen dacht ik, laat ik eerst even vragen aan mijn moeder of zij ze al heeft geproefd en of ze lekker waren. Want ik heb zin in iets zoets eigenlijk, dus ik wil even weten of het ook echt daadwerkelijk zoet was. Dus ik app haar van, hey, heb jij toevallig die taartjes, die aardappel cranberry taartjes, heb je die al geprobeerd? Zegt ze, ik haal ze echt net uit de frituur. Dus ik zo, serieus? What are the freaking odds? Ze heeft ze dus ook nog steeds niet geproefd. En ze heeft ze dus nu net gemaakt. En ik ga ze nu maken. Dus, zo weird. Zo weird. Even serieus. Is toch strange? Pff, ik heb er gewoon geen woorden voor. Dit is het geworden. Ik zie hier een beetje een shiny cranberry piece. Het ruikt gewoon als aardappel. Dus ik heb echt geen idee hoe dit gaat zijn. Maar het is fucking heet. Dus ik ga waarschijnlijk mijn mond verbranden. Maar ik wil het gewoon nu proeven. Het is lekker. Het smaakt een beetje naar pannenkoek of zo. Yes! Het smaakt goed. Het smaakt lekker. Dit is echt te bizar gewoon. Ik ga meteen even mijn moeder appen. Ik ben veel te hyper voor een... Welke dag is het vandaag? Donderdagnacht. Of is het dan vrijdagnacht? Anyways, my point is, ik ben veel te hyper om 2 uur 's nachts en ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben een beetje door mijn huis aan het dansen en een beetje aan het zingen. Niet hard of zo hoor, maar ik zit de hele tijd met dat nummer van Gwen Stefani in mijn hoofd ook. Shit is bananas. Nou ja, het heet Hollaback Girl, maar goed. Jullie zien waarschijnlijk de hele tijd dit hier achter mij. En misschien kan ik daar wel een leuk verhaal over vertellen nu ik toch zo hyper ben. Maar dit is mijn lieftallige vriendinnetje Doreen. Zij heeft me ooit die kaart gestuurd omdat ik me niet helemaal oké voelde. En zij ook niet. Maar we zaten allebei best wel in een slechte periode van ons leven, zeg maar. En om op te vrolijken had ze mij die kaart gestuurd. En ik moest zo hard lachen. Het was zo lief. Echt, ik waardeer het nog steeds. En ik word er nog steeds blij van als ik er naar kijk. Want er staat ook hele lieve woorden in, hoor. Daar niet van. Maar gewoon alleen al die kaart. Dat is gewoon geweldig, toch? Welke vriendin doet dat nou? Gewoon zo'n beetje shaming kaart naar je beste vriendin sturen. Weet je, dat vind ik echt heel erg lief. Dus I appreciate. Wat er ook nog meer op hangt, is
een andere foto van mij en Doreen. En die is echt heel erg oud. Maar dit zijn wij ook. Dat ben ik. Kleine Bolly. Jullie snappen vast wel dat Doreen degene is met de bril en het zwarte haar. Want dat heeft ze nu nog steeds. Maar hier was ik 12. En Doreen denk ik 16 of zo. Ja, 4 jaar. Dus dan is ze daar 16. Anyways, what am I doing? Oh, ik moet echt naar mijn bed. Ik heb al sleepy time. Oh, sleepy? Sleepy time? Ik heb al sleepy time tea in mijn kamer. In mijn slaapkamer neergezet. Ik ben aan het wachten tot er een vlog is geëxporteerd. Ik ben gewoon klaar. Tot en met vandaag. Yes! Zo blij mee. Oh, wat heb ik toch goed doorgewerkt. Dus dat betekent dat ik tijd heb. Waarom heb ik geen evenwicht? Ik val heel de bijna om. Maar dat betekent dus dat ik tijd heb om andere dingen te doen. En daar heb ik enorm veel zin in. Ik weet nog niet precies waar of ik mijn tijd dan mee ga vullen. Maar ja, het komt vanzelf wel. Want elke dag gaat gewoon door. At the end of the day. Ik werd interrupted door mijn volle telefoon. Maar dat geeft helemaal niks. Want ik ga nu mijn gezicht wassen. Mijn tanden poetsen. Ik moet echt een nieuwe laptop hebben. Want ik word hier echt helemaal cray van. Ik snap echt niet wat er ineens mis is met dat ding. Het was echt letterlijk van de een op de andere ochtend. Dat hij zo is gaan doen. Terwijl ik de avond ervoor helemaal niks anders heb gedaan dan normaal. Ik heb niks gedownload of zo. Ik heb niks geïnstalleerd of zo. Het was gewoon ineens zo. Het is echt belachelijk gewoon. Ik heb dat ding pas 2 jaar of zo. En nu doet hij al helemaal alsof hij oma McScruffy is of zo. Ugh, ik word er echt gek van gewoon. Het scherm gaat de hele tijd niet aan. Maakt niet uit of ik de muis probeer te bewegen of niet. En dan moet ik daarna weer op de aanknop drukken. En dan in één keer is hij weer meteen helemaal aan. En dan moet ik nog maar afwachten of hij dus fel is of niet fel is. En anders moet ik het hele riedeltje weer opnieuw beginnen. Het is echt zo irritant. Hij zegt letterlijk nu, ik denk al minstens 7 minuten of zo bezig met dit. Dus ik hoop echt dat iemand me een keer kan helpen ermee. Want dit is echt gewoon om gek van te worden. En ik heb nooit dit soort dingen. Dus ik snap het niet. Echt. Van de een op de andere dag. Ongelooflijk. Ha, hier. Kijk. In één keer is hij aan, hè? Terwijl hij net de hele tijd uit was. En hij ging nu niet aan ook. Ugh, I hate it. Maar goed, ik ga dus niet heel lang meer praten. Waarom is mijn gezicht nou in één keer weer helemaal oranje? Al mijn technologie is going cray cray. Even serieus. Serieus. Almost did a boob job there. Boob job? Almost did a boob job? Wauw, dat zou echt... Dat zou echt knap zijn als je gewoon echt zo heel casual in je bed ligt. En in één keer, wow, oh, almost did a boob job. Anyways, ik ben helemaal klaar met vandaag. Helemaal klaar met mijn stomme laptop. Ik weet niet meer. Oh my god, dit is zo eng. Ik wil dit niet spelen. Ugh. Echt, why? Waarom? Ik ben blij dat ik dit allemaal vastleg. Close the program. Waarom ging je in één keer Slime Rancher opstarten? Dat is echt totaal... Dat heb ik echt al vet lang niet meer gespeeld. Ik schrok me echt kapot, man. Everything is going cray around me. Ik denk dat ik maar de vlog gewoon ga afsluiten. Dat ik gewoon zo snel mogelijk ga proberen in slaap te vallen. Ik wens me heel freaking veel succes met dit bezeten apparaat hier al. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne avond, een hele fijne nachtrust. En dan zie ik jullie morgen weer voor een hopelijk iets minder freaky avontuur. Slaap lekker!